Landbouwminister Prahlaat Seudin zegt dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij geen vijand is van landbouwers als het aankomt op controle bij gebruik van pesticiden. Voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers zei de bewindsman dat een paar keer exporteurs zijn betrapt op het gebruik van verboden middelen bij gewassen die geëxporteerd worden. Maar zij moeten ons ervaren als hun partner. Samen moeten we een job klaren, want die producten moeten weg en die moeten verkoopbaar zijn. Zo'n relatie proberen wij te ontwikkelen. En het gaat de laatste tijden vrij goed, omdat wij weinig notificaties kregen vanuit Nederland dat producten niet voldeden aan de eisen. Maar wij moeten doorgaan. We hebben 2 jaar geleden goedgekeurd in het parlement, onze Nationale Voedselveiligheidsinstituut. Waar wij nu hun labfaciliteiten, labapparatuur, heel inventaris hebben binnengehaald. Met een lening of een donatie binnengehaald. Mensen zijn getraind geworden. Het Fiscus Instituut, dat ons paradepaardje is daaraan toegevoegd ook. En van daaruit doen we ook die reguliere residuanalyses. Volgens de bewindsman zijn in het verleden insecten aangetroffen op Surinaamse gewassen, wat veel schade heeft berokkend aan de samenwerking. De minister verduidelijkt wel dat duidelijk moet zijn dat Surinaamse producten nooit zijn afgekeurd wegens overmatig gebruik aan chemicaliën.